Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten van september zien. Want ja, het is alweer oktober. En dat betekent dat ik mijn mandje weer heb klaarstaan waar mijn favoriete producten van september in zitten. Voor alle nieuwe abonnees. Ik heb namelijk een heleboel nieuwe abonnees mogen verwelkomen. Dank jullie wel daarvoor. Deze productreviews die kun je vinden op mijn blog. Dus ik schrijf dus ook op mijn blog reviews. En daarvan maak ik dan uiteindelijk een video van wat vond ik fijn en wat vond ik niet fijn. Mijn blog kun je vinden in de beschrijving. Daar staat de link. Dus mocht je benieuwd zijn naar de reviews, kun je die daar vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn vaste abonnees. Maar als je al wat langer mijn kanaal volgt, zul je dat wel weten. Het is best wel een vol mandje, dus mocht jij benieuwd zijn naar welke producten ik fijn vond van september, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb allereerst een under eye primer van Catrice. Dit is de Liquid Camouflage Under Eye Primer. Dat is deze primer. Dit is een primer die speciaal geschikt is voor onder de ogen. Normaal gebruik ik eigenlijk, als ik een primer gebruik, ook wel gewoon wat onder mijn ogen. Maar je huid onder je ogen is wat kwetsbaarder. Je hebt ook speciale under-eye concealers bijvoorbeeld. En dit was dus een under-eye primer. Het is een gehydrateerde primer. En ja, het is gewoon een hele fijne basis voor je concealer, zeg maar. Hij zou ook fijne lijntjes verdoezelen. Nou, ik heb dat zelf niet gezien. Maar het ging mij erom dat dit echt zo fijn aanvoelde op mijn huid. Het heeft gewoon een applicator zoals van een foundation of van een concealer of van een lipgloss. Ik geloof dat ik een beetje overbelicht ben dus met mijn hand ervoor. Dus het heeft gewoon zo'n applicator. Ruikt ook totaal niet verkeerd. Het heeft gewoon een basic geurtje. En dit was echt gewoon, ja, een soort lifesaver van mij. Ik heb de laatste tijd heel erg last van de huid onder mijn ogen die heel erg droog is. En het werkte gewoon een soort van verlichtend. Het voelde heel prettig aan. Dus ik ben gewoon heel erg blij met deze Liquid Camouflage Under Eye Primer van Catrice. Dan heb ik een nieuwe kwast en deze is van Real Techniques. Als je mijn kanaal langer volgt, dan weet je dat ik een beetje wil overstappen naar de wat luxere kwasten. En ik was september jarig en toen dacht ik, nou, ik vind eigenlijk dat ik mezelf best wel zo'n kwastcadeau mag doen. Dus ik heb de Expert Concealer Brush van Real Techniques. Het is wel een vernieuwde variant. Deze is gewoon wel oranje. De vorige variant die had een zwarte onderkant en was dit oranje. Maar dat was speller oranje. Het is wel een vernieuwde variant. Ik had ergens toch gehoopt dat ik de oude variant zou krijgen. Maar ik denk gewoon dat je die niet meer kunt kopen. Omdat ik dat mooier had gevonden dat die zou aansluiten bij de rest van mijn kwasten. Maar desalniettemin is de kwaliteit heel fijn. Hij heeft hele zachte haartjes. Ze voelen heel fijn aan. Je kunt je concealer er heel fijn mee inblenden. Dit is ook voor mij het eerste wat duurdere kwastje die ik heb. Ik heb er wel eentje ook van Ici Paris, die was ook wel wat duurder. Maar ik merk gewoon echt dat de kwaliteit van deze kwasten gewoon super goed is. Ze komen in deze doosjes. Daar zo kun je ze vinden. Achterop staat ook altijd een kleine beschrijving. En ook altijd eventjes wat over de dames van wie deze lijn is. Ik heb deze toevallig bij de Bijenkorf besteld. Maar volgens mij kun je ze op heel veel verschillende plekken vinden. Maar ik ben heel erg blij met deze Real Techniques Concealer Brush. Dan heb ik van Essence de Makeup Corrector Pen. En dat is deze pen. En dit is een pen. Hiermee kun je dus foutjes heel makkelijk corrigeren. Dan kun je dit natuurlijk ook gewoon doen als je een wattenstaafje met wat make-up remover erop doet en het verwijderen. Kan allemaal, maar stel je moet even snel zijn. Je hebt niet zoveel tijd om nog weer even naar je douche te lopen voor dat wattenstaafje. Is dit gewoon echt een heel erg fijn product. Er zitten 3 nieuwe tips bij. Dus je kunt ze verwisselen. Het is een olievrij product, dus het is ook totaal niet vet. En zo ziet dan
de tip eruit die erop zit. Hiermee kun je dus heel gemakkelijk, bijvoorbeeld is je eyeliner nou net verkeerd gegaan, kun je hem net even corrigeren. Wel moet ik erbij vermelden dat als je deze tip gebruikt voor een eyeliner te corrigeren, is het niet zo heel verstandig om te gebruiken voor een ander doeleinde, want dan krijg je zwarte strepen. Maar ik vond dit wel echt een heel erg fijn product waarmee je gewoon eventjes wat kunt corrigeren. Misschien ook heel erg handig voor onderweg, dat als je onderweg bent en je ziet en je make-up zit al een beetje de hele dag en hij begint een beetje uit te lopen, kun je het dus heel makkelijk corrigeren. Dus ik vind het echt een heel erg handig product. Dan heb ik twee producten uit de limited edition Sunglow van Catrice. En dit is de Bronzing Fluid en de Highlighting Fluid. Dit zijn beide vloeibare producten. Je moet ze goed schudden voor gebruik. En ik breng dit heel vaak onder mijn foundation aan. Maar je kunt het ook over je foundation heen aanbrengen. Ik zal even gewoon eentje opendraaien. Het heeft gewoon zo'n pipetje. Dus het ziet er gewoon zo uit. En ja, je kunt het met je vingers doen. Ik doe het liever met een kwast, maar dat is heel persoonlijk. Deze highlighter heeft de naam C01 Luminous Light. Ik vond het pigment overigens gewoon heel erg goed. En de bronzer heeft de C01 Melted Bronze. Het is wel een wat donkerdere bronzer. Je moet ervan houden. Maar als je een beetje er thuis in bent en je blendt het goed uit, zijn het echt wel twee hele fijne producten. Dus dat zijn deze Highlighting en Bronzing Fluid uit de Limited Edition Sunglow van Catrice. Dan heb ik een aantal producten uit de Limited Edition van Essence. En dat gaat om de Berry On Collection. Ik heb daar allereerst een highlighter van. Dat is deze. Dit is de 02 Berry Vibes. Je had hem in twee kleuren. Ik heb ze beide getest. Alleen deze kleur vond ik het mooiste. Het is een... Ja, ik vond ook de opmaak heel erg leuk. Er staat ook echt in Berry. En er staan ook kerstjes in. Ik weet niet of dat heel goed zichtbaar is voor jullie, maar dat vond ik wel heel erg leuk. Een hele mooie highlighter die wat subtieler is. Je ziet hem wel gewoon goed op je gezicht zitten, maar hij heeft niet een hele overmatige kleur. En dat vond ik wel heel erg fijn. Want vaak als een highlighter een hele overmatige kleur hebt, ja, vind ik het een beetje lastig dat je dat bijvoorbeeld heel erg goed ziet. Terwijl ik juist hou van die glans, maar het hoeft niet in een hele overdreven mate. Dus dat is deze highlighter. Hele mooie. Dan heb ik ook een geurtje. En dat is de Eau de Toilette. Heeft de naam 01 Berrylicious. Zit in een leuk doosje. Het is een heel zoet geurtje. Ik ben heel slecht in omschrijven. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar het is echt een beetje een sherry geurtje. Dit is het flesje. Het is een vrij compact flesje. Er zit ook, even kijken, 30 milliliter wel in. Dat zou je er niet aan afzien, maar het is echt zo. Ja, hij is heel zoet, maar ook wel fris. Dus ik vind hem bijvoorbeeld voor de zomer en voor de lente vind ik het echt een heel erg lekker geurtje. Door het wat omgegooid. Ja, het is echt wel een heel erg lekker geurtje. Er staat eigenlijk niet zo heel veel op over de noten die erin zitten. En net wat ik zeg, ik ben niet zo heel erg goed in de omschrijving, maar ik vond het geurtje echt super lekker. Dus dat is, ja, dit gewoon een hele fijne geurtje die ik, ja, niet elke dag zou dragen, maar wel gewoon lekker met een zomers- of lentedagje. Dan twee toppers en dat zijn de matte liquid lipsticks. En oh, wat hou ik van deze twee. Dit zijn ze. Ik heb allereerst de 01 Berry Nice. Dit is een beetje een paarsachtig kleurtje. Mooi mat. De huls is ook mat en is zo pigmentvol. Hier kun je de kleur een beetje zien. Zo zie je dat die paars is. Super mooi kleurtje. Echt top. Was ik echt heel erg enthousiast over. En ik heb hem ook in de kleur 02 Berry Beautiful. En dat is meer een roze kleurtje. Ik vond ze beide heel erg mooi. De roze vond ik was wel net wat favorieter. Omdat die net wat feller was. En dit is de roze. Hij oogt misschien op camera wat paars. Maar hij is echt roze. Prachtige kleuren. Hebben ook echt een beetje een B-geurtje. Ruiken ook heel erg lekker. Ja, ik was zo enthousiast over deze matte lipsticks. Ik hou hier gewoon van. En ook de verpakking ziet er nog eens leuk uit. Dus wat wil je nog meer?
Het laatste product uit de Berry collectie is het oogschaduwpaletten. En dat is deze. Hij heeft de naam 01 My Sherry. Dit is een zo'n paletten. Er zitten 12 kleurtjes in, als ik het goed heb. Kleuren, sorry, ik dacht 12. Het zijn hele mooie kleurtjes, wel een beetje ook de donker te zien. Je hebt hier wat lichtere kleurtjes. Je kunt hier wel heel erg leuk mee spelen. Het is wel heel erg fallout, want je ziet dat dit paletje een beetje vies is. Je veegt het heel makkelijk af, maar het zijn heel gepigmenteerd. En je kunt hier echt hele leuke ooglooks mee creëren. En dat vind ik altijd wel echt een groot pluspunt als een paletten veel pigmentatie heeft en je er ook echt verschillende kanten mee op kan. Je moet wel houden van dit soort kleurtjes, maar ik vind ze gewoon heel erg tof. Dus ik was heel erg blij met dit oogschaduwpalet ook uit die collectie. Dan heb ik een stempliner en deze komt uit de Lottie London collectie. En dit is een Wing Edition. Moeilijk woord. Wing Edition. Dit is een stempel en eyeliner in één. Dit is hem. Je hebt aan de ene kant een eyeliner. Gewoon best wel een grote punt. Maar je kunt er best wel strak mee werken als je er een beetje thuis in bent. En de andere kant heeft een stempel. En dit is dus een wing. En hiermee kun je dus een hele strakke wing zetten. Wing zetten is niet uit mijn losse pols voor mij weggelegd. Maar met zo'n product kan ik dit wel. Ik heb ook zo'n stempel van AliExpress. Gaat toch ook iets lastiger, want je moet zelf de eyeliner erop doen. En met deze kun je eigenlijk gewoon een stempel zetten en je trekt je lijntje door. Super, super product. Ik heb dit al wel eens gezien van wat duurdere merken. Heel erg lang getwijfeld, zal ik dit eens kopen? Toen kwam ik hem eindelijk eens bij de kruid. Toen kwam ik er zo één tegen voor een veel goedkopere prijs. Toen dacht ik, nou deze ga ik eens kopen om te testen. En ik ben echt heel erg enthousiast over deze stamp eyeliner. Super tof product en super handig bedacht vind ik dit. Dan heb ik nog een limited editie van Essence. Ik moet zeggen trend edities. Bij Essence noemen ze trend edities. En dat is de Pac-Man trend editie. Kijk nou hoe leuk. Ik denk dat de ouderen onder ons, of de ouderen, ik bedoel mensen van de jaren 90, misschien Pac-Man nog wel kennen. Want Pac-Man dat was echt zo'n leuk spelletje. En dan moest je van, volgens mij was dat met happen. En ja, dan moest je zorgen dat je niet gepakt werd. Ik geloof dat het vooral op de oudere Windows 98 computers nog heel erg hip was. Dan speelde je dat, maar je had natuurlijk niet zoveel. Daar heeft Essence dus een hele leuke trendeditie van gemaakt. En dat is de Pac-Man collectie. Ik heb hier allereerst het blush paletten. Deze heeft de naam 01 Beware of Flashing Monsters. Hier zitten 4 blushkleuren in. En het zijn wat lichtere en wat donkere kleuren. Ik vind de verpakking heel tof. Hij is wel van karton. Dat vind ik... Had misschien wat steviger gekund, maar door die vakjes zie je dus de Pac-Man logootjes. Hoe grappig is dat? Zo ziet het paletje er dus uit. Het zijn best wel grote pens ook. Je ziet hier de wat lichtere kleurtjes. Dit zijn vooral 2 lichtere kleurtjes. En hier heb je dan wat donkerdere kleurtjes. Je hoeft helemaal niet veel aan te brengen, want ze waren echt heel erg pigmentvol. Dus je had best al wel heel snel pigment. Dus je hoeft echt niet heel veel te gebruiken. Als je hem open doet, staat hier game over. Hoe leuk is dat? Dus dit was het blush paletten waar ik heel tevreden over was. Waar ik, ja, die ik echt heel graag ga gebruiken. Want er zitten gewoon echt mooie kleuren in. Peachy, maar ook wat harder roze. Ja, ik hou hier wel van. Dus dat is dit hele leuke paletten. Dan had ik ook een hele bijzondere lippenbalsem. En deze heeft de naam 01 Blinky. Dit is de lippenbalsem. Er staat op Get Ready. Ik denk niet dat dit voor jullie heel goed leesbaar is. Het is niet een hele bijzondere verpakking. Je ziet hier wel een Pac-Mannetje, maar dat is het ook. Ik schrok alleen een beetje toen ik hem opendraaide. Want wat gebeurde er? Dit kwam tevoorschijn. Deze groene kleur. Nou, als je deze aanbrengt, inmiddels kun je het een beetje zien. Ik heb hem gebruikt. Hij ruikt wel heel lekker. Past hij zich aan de tint van je lippen. Dus hij wordt uiteindelijk heel mooi roze. Heel draagbaar. Er zat een mooie glans op. Ik heb echt nog nooit zo'n mooie lippenbalsem gezien met zo'n kleur. Want het is toch vaak een beetje, ja,
Dat is een beetje zoekende, maar ja, soms, vooral met de winterdagen, vind ik het toch wel fijn om ook wat extra verzorging te besteden aan mijn lippen. Omdat mijn lippen heel snel droog zijn. En ja, ik vond dit gewoon een hele toffe lippenbalsem. Geeft verzorging, geeft een mooi kleurtje af, dus dat wil je nog meer. Ondanks dat ik eerst een beetje schrok van de groene kleur. Dan heb ik een Baked Highlighter. En hier staan oogjes op. Superleuk. Deze heeft de naam 02 Ready. Ik heb er twee getest. Dit is degene die ik het fijnst vond. Even openmaken hoor. Ja, dat was een beetje een dingetje. Zo zie je dat hij baked is. Hij heeft bollingen. En daarom kun je zien dat het een baked highlighter is. Maar het is een beetje een lichtere kleur. Een beetje een koudere kleur. Ik hou hier wel van. Kwam heel mooi terug op mijn gezicht. Ziet er gewoon super mooi uit. De verpakkingen zijn leuk. Ja, ik werd hier heel erg blij van. Super goede pigmentatie had hij. En ja, dat maakte mij heel erg blij. Dus dat is deze hele mooie highlighter. In super leuke verpakking. Het laatste Pigment product is een oogschaduwpalette. En heeft de naam You Eat It Up. Nou, mensen. Excuseer, ik moest even niezen. Dit is leuk vormgegeven. Kijk nou. Dit kan ook echt bewegen. Dus je kunt echt zo. Je kunt echt zo met het Pac-Mannetje naar boven. En dan kun je net doen alsof je speelt. Dus je kunt het echt bewegen. Dit leuke gele beestje. Dat vond ik gewoon even een hele leuke extra die ze hebben toegevoegd. Het gaat natuurlijk om paletten. Er zit een hele mooie spiegel in. Nee, dat was een blaadje. Ik dacht even dat een spiegel in zat, maar dat was helemaal niet. Dit is het. Dat vond ik juist een beetje tegenvallen dat er geen spiegel in zat. Nu weet ik het weer. Want het had makkelijk gepast. Het had paletten net wat afgemaakt. Maar hele mooie kleuren. Je ziet goed waar ik heb gedipt. Perfecte pigmentatie. Mooie kleuren. Niet alle kleuren even draagbaar. Zo'n geel zou ik niet zo heel snel dragen. Maar ik vind het echt een hele mooie paletten. Je kunt echt hele mooie looks hiermee creëren. Super, super tof collectie. Echt. Ik vind het echt volgens mij. Ik denk misschien wel een van de leukste collecties die in 2019 is uitgekomen van Essence. Want dit is gewoon jeugdsentiment. Het ziet er leuk uit. Wat wil je nog meer, zou ik zeggen. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpaletten van Revolution. Het is het Soap X Extra Spice paletten. Dat is deze. Op de achterkant staan de kleurtjes al. Maar dit is het paletten. Is heel mooi roze goud. Is heel erg blinkend. Op de achterkant staat verder geen kleurencombinaties. Dit is gewoon zo, zeg maar. Er zitten 18 kleuren oogschaduw in. Super tof paletten, echt. Want voilà, als je hem opent, je hebt een spiegel. De kleurtjes, de namen van de kleurtjes staan hieronder. Pigmentatie is zo geweldig. Er zitten matte kleuren in, er zitten shimmer kleuren in. Wat een prachtig palet. Ik heb hem echt al een paar keer gebruikt en ik blijf hem mooi vinden. De kleuren spreken me zo aan. Ik word er super blij van. Super tof. Echt, ja, je moet wel van dit soort kleuren houden. Maar ja, ik hou hier dus wel van. Ik hou graag van afwisseling. Wat ik ook moet zeggen is dat hij goed, super goed verpakt was. Want er zat ook nog zelfs een plasticje omheen. Dus het is gewoon echt een super mooi palette die ik met veel liefde heb gebruikt en nog heel vaak ga gebruiken. Dan waren dit mijn favoriete producten van september. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het in ieder geval wel weer heel erg leuk om hier even doorheen te gaan. Ik vind het dan ook wel weer heel erg leuk dat ik deze spullen nu echt daadwerkelijk in mijn stash mag stoppen. Want ik heb dus echt een regel van mezelf. Als ik iets heb getest, ik vind het fijn. Het moet direct in het mandje. Dus aan het einde van de maand zie ik eigenlijk pas weer een beetje van, oh ja, dit en dit en dit kan ik nu lekker gaan gebruiken. En daar word ik gewoon heel erg gelukkig van. Dus dat heb ik nu een beetje. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij een product hebt gezien die jij heel erg tof vond. Of die je misschien zelf al hebt getest. Is er een product daarbij waar je zelf misschien wel heel erg nieuwsgierig naar bent geworden? Laat het zeker even weten bij de comments.
Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. En uiteraard op mijn kanaal zelf. En als je dan even het belletje aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef jij niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!